Heb je genoeg eten? Opa frada hey, opa frada hey, dan aan kondre na wan kondre ta opo boa hey, opa frada hey, opa frada hey, dan aan kondre na wan kondre ta opo boa hey, opa frada hey, opa frada hey, dan aan kondre na wan kondre ta opo boa hey. Ik ben 20 jaar. Ik speel dus bij Almere City. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, geboren op Sint Maarten. Mijn vader is Surinaams, daardoor kan ik voor Suriname uitkomen. Als speler, als keeper zijn voetballende keeper. Ook wel goed op de lijn, dus lang ook. Dus ik heb wel mijn kwaliteit en zo. Hoe oud was je toen je begon met voetballen? 8. En wanneer wist je dat je profvoetballer wil worden? Denk ik toen ik 14 was. Toen maakte ik ook een stap hoger. Toen begon ik met divisie spelen bij Seburgia. En toen heb ik echt de knop omgezet om voor het profvoetbal te gaan. En hoe lang speel je al voor Almere City? Dit is mijn tweede seizoen. Juist. Nu heb je het fantastische nieuws gehoord. Ja. En dat is dus dat jij nu mag uitkomen voor het nationaal team van Suriname. Ja. Hoe voelt dat? Ja, trots. Mijn vader was heel trots. Mijn moeder ook. Familie ook heel trots. Mijn vrienden, ja, die zijn nog steeds heel blij. die zijn nog steeds heel blij. Die vragen me steeds, ja, wanneer ga je nou weg? Wanneer ga je nou? Weet je? Dus die volgen nu ook echt op de voet. En op de club waren ze ook, heb ik ook van iedereen felicitaties gekregen. Wat denk je wat jouw toegevoegde waarde zal zijn aan de selectie? Ja, moeilijke vraag. Ja, ik denk vooral mijn gedrevenheid. Dat vind ik mijn werkethiek. Dat ik, ik hou echt van hard trainen en veel mijn best doen, hard strijden. Het maakt niet uit of je speelt dan of op de bank zit, maar gewoon om het team echt op sleeptouw een beetje mee te nemen. Om echt een één team te vormen. Wat is je doel? Een WK spelen. Opa Frada hey, opa Frada hey, dan kondre na wan kondre ta opo pota hey. Opa Frada hey, opa Frada hey, dan kondre na wan kondre ta opo wa hey. Opa Frada hey, opa Frada hey, dan kondre na wan kondre ta opo wa hey. Ja, ik ben Rijn Kolwijk, 35 jaar, geboren in Rotterdam. Onder andere gespeeld voor Excelsior, Dordrecht, AS Drenthe. En nu bij Almere City. Wanneer wist je dat je voetballer wilde worden? Hoe oud was je toen? Nou, ik begon natuurlijk, eigenlijk denk ik op mijn 4,5 was ik dat ik begon met voetballen. Ja, vooral wist ik dat ik het leuk vond. Maar echt, denk ik, toen ik bij Excelsior rond de 18, 19 werd, had ik wel het gevoel van, nou, het zou wel eens kunnen gaan lukken. Ja, en tot nu toe tevreden over je loopbaan, voetbalcarrière? Zeker, ja? Blij mee. En, het is nog niet ten einde. Ik hoop er nog een paar jaar aan vast te kunnen plakken, maar tot nu toe zeker tevreden. Nou, en nu krijg je eigenlijk de afgelopen 2 weken, ik weet niet hoe lang het al speelt, maar fantastisch nieuws. Want je bent geselecteerd voor het nationaal team van Suriname. Hoe voelt dat? Ja, trots vooral. Het loopt natuurlijk al een hele lange tijd dat de spelers vanuit Europa zeg maar, voor Nacho kunnen gaan spelen. En dat het dan nu echt zo ver is, dat is vooral trots. Veel berichtjes, familie, vrienden en dat is superleuk. Ik ben natuurlijk al wat ouder, ja. Dus ik zat ook wel te denken van ja, misschien ga ik het niet meer meemaken. Dus ik ben nu wel blij dat, nog net, dat hè, ik daar eigenlijk nog deel van uit kan maken. Ik verwacht wel wat van dit Surinams team, want er zijn natuurlijk andere spelers die dus ook sportpaspoort hebben gekregen, zoals Leerdam. Biseswaar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe? Ja, trots natuurlijk. Ik denk grote namen, spelers met veel ervaring. En buiten dat denk ik dat de spelers die al van Nacho zijn uitgekomen, dus uit Suriname zelf, dat hun natuurlijk ook een fantastische prestatie hebben verricht. En dat zonder hun dit allemaal niet was gebeurd. En dat we het met z'n allen moeten gaan doen. En daar heb ik heel veel zin in. Wat verwacht je? Ja, maar ik verwacht natuurlijk vooral chemie, plezier en strijden voor je land. Dus met het mes tussen de tanden en winnen. Wat is jouw bijdrage aan dit Surinaamse elftal? Wat,
zou je willen toevoegen? Ik denk vooral ervaring. Met mijn leeftijd natuurlijk denk ik dat ik al heel wat ervaring heb. En ik denk dat ik vooral een speler ben die heel veel rust in het team brengt. Voetballend mijn steentje bij kan dragen. En vooral dat, ja. En hoe wil je dat ze jou moeten herinneren over 10 jaar? Ja, dat is een lastige vraag. Ja. Ik hoop gewoon vooral dat ze trots zullen zijn dat ik een van de eerste spelers ben die ook vanuit Europa uit mag komen voor Nacho. En dat wij dat goed doen en dat wij daarin geschiedenis schrijven. Groeten uit Suriname, vandaag mijn debuut gemaakt. Super blij en overwinning 3-0. 0 gehouden, clean sheet. Super blij, groeten van hier. Doei doei.